naar Bordeaux? Vroeg mijn vrouw vanmorgen voordat ik de deur uitging. Hij moet mee. Mijn vader moet mee. Hij moet in de rechtszaal zijn als het vonnis over Maurice Papon wordt uitgesproken. De mondhoeken krul omhoog, de extase van de lach, de wijd open, de sperlemond klopt. Ja! Ik raad zo in de knoop, man. Ik kan geen hap meer om mijn keel krijgen. Het komt door een hobby van mijn vader. Bij iedere gelegenheid die zich voordoet, maakt hij zich belachelijk. Als clown. Iedere zondag kwamen ze bij ons eten. Tegen de tijd dat het toetje werd geserveerd. Als die je weet niet. Wat je proeft. Bordeaux wijn opwassen. Zwegen ze tenslotte. Nou, eerlijk gezegd waren we ook in het verzet gegaan om een beetje lol te hebben. Om ons niet te pletten te vervelen in die klote tijd. We krijgen de opdracht om het elektriciteitshuisje op het station in Douai op te blazen. Nou, daar gaan we. Op een avond. Als twee sukkels. Het was al donker. Zonder enige voorzorgsmaatregelen. Verkleed als elektriciens. Schoudertassen vol explosieven. Draadje hier, draadje daar. Even de tijd instellen. Wegwezen. Snel, fiet. Op de terugweg, vier sluippaardjes horen we achter ons te knallen. Steekvlam boven de boom. Oh, zeg je dan. Die hebben we mooi voor elkaar, zeg. We zijn thuis lekker gaan slapen. We hebben niet eens een koudje gevat op de terugweg. We waren niet de enige gijzelaars. Er waren ook nog twee andere mannen opgepakt. Henri Jedrezak. En Emile Bellieu. En zij zijn echte gijzelaars. Onschuldig bedoel ik. Je vader en ik zijn immers schuldige gijzelaars. Pas na de oorlog snapten we hoe die Duitsers te werk zijn gegaan. Wij kenden elkaar. Wij waren vrienden. We speelden in hetzelfde voetbalelftal van ons dorp. Je vader stond op kool. Henri was mid voor, ik was rechts achter. En Emile, reservevloer. De gendarmes, onze Franse politie, die de lijst moest samenstellen van de gijzelaars. Ja, verlengstuk van de regering, hè. Dat is de ambtenaren, doen gewoon mee. Die waren voor het elftal die wij met 3-0 in de eerste ronde van de Franse Cup, net voor de oorlog, hadden ingemaakt. En nu, in de oorlog, met die wet van 14 augustus, in hun zak konden ze wraak nemen door ons aan te wijzen als gijzelaars. Vier onschuldige amateurvoetballers door hun eigen politie opgepakt om te worden doodgeschoten. Als afschrikwekkend voorbeeld. Zodat toekomstige helden van het verzet zich wel twee keer zullen bedenken om tegen de Duitsers in opstand te komen. Stop. Ze gaan ons mollen, maar eerst moeten we nog wat bekennen. Nou, waar we bang voor zijn, is voor het martelen. Hè? De badkuip. Ja, jongen, dat wil je niet weten. Ik weet niet zeker of je mond wel zal houden. Ik denk dat je je eigen moeder nog zal verraden. Al zou je beginnen te sleutelen, jongen. Maar ze willen kennelijk geen water aan ons verspillen. We moeten midden in de wintertuin staan. Terug. En dan haalt die rare snoes aan. Ineens zijn lunchpakket tevoorschijn uit zijn zak. Maar op een manier, man, die je niet voor mogelijk houdt.
dubbel van het lachen. De tranen wiggelen ons over de wachten. Dat we er tijd uit gaan, dat dachten we niet aan. Nee, daar dachten we niet meer aan. Emiel ziet ineens weer groen van angst. Hij krijst. Hij doet wanhopige pogingen om tegen de wand op te kunnen. Die terecht staat voor de dood op 15.000 joden. Heeft nog heel lang kunnen doen alsof hij nergens van wist. Hij heeft nog allerlei baantjes gehad. Commissaris van de politie, minister van Buitenlandse Zaken. Maar nu kunnen zelfs zijn vriendjes niet meer hun handen boven zijn hoofd houden. En komt de waarheid, mes amis, boven tafel.